Eerste vraag is, ik wil mijn kind graag zo goed mogelijk ondersteunen. Kan ik of mijn kind daar ook professionele hulp bij krijgen? Dus is dat mogelijk? Nee, ik vind dat een hele terechte vraag. Ik zeg altijd, Parkinson heb je niet alleen, maar het hele gezin heeft het. Dat is de reden dat we deze uitzending maken. We zijn een poosje geleden in het Radboud UMC begonnen met een partnerspreekuur. Dat wilden de verzekeraars overigens niet vergoeden, want die zeggen, ja, de partner is niet ziek. Terwijl wij zeggen, een gezonde partner is essentieel voor een gezonde Parkinson-patiënt. En net zo goed zou je moeten zeggen, je moet ook naar de kinderen kijken. Daar doen we. Ik denk dat er nog nergens systematisch goed gekeken wordt naar hoe je kinderen kunt ondersteunen. Wat denk ik een hele belangrijke rol speelt in de zorg voor mensen met Parkinson is de maatschappelijk werker. Als het goed is, kijkt een maatschappelijk werker of een verpleegkundige niet alleen naar de mens met Parkinson, maar naar het hele systeem. Eerlijke antwoord is, ik denk dat we heel veel laten liggen nog. En dat we hopelijk deze uitzending eraan bijdraagt dat in ieder geval mensen het vaker ter sprake brengen. En dat we er met z'n allen nog meer aan moeten gaan doen. Ja.